Minister Eugène van der Zand van Justitie en Politie heeft vandaag VHP-voorzitter en parlementariër Chandrika Prasad Santokhi bestempeld als een vijand. Dat deed hij tijdens een persconferentie naar aanleiding van een ingezonden brief van de VHP-voorzitter over de ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit. Van der Zand vindt dat Santokhi leugens vertelt in de brief die verschenen is op Staarnieuws. De justitieminister is van mening dat de veiligheidsadviseur van president Desi Bouterse, Melvin Linsgeer, nauw contact onderhoudt met Santokhi en allerhande zaken met hem bespreekt. De VHP-voorzitter is daardoor goed op de hoogte van onder andere de plannen van de minister van Justitie en Politie. En omdat hij ook binnen het Korps Politie Suriname tentakels heeft, kan hij om politieke redenen informatie misbruiken. En dat doet hij ook. U heeft zelf gehoord de leugenachtige beweringen ten aanzien van het ministerie. En dit is het gevolg van de zoete broodjes die worden gebakken met de vijand. En u gaat straks springen op mij, ik praat over vijand. Althans, voor mij heb ik te doen met een vijand. Gelet op de wijze waarop deze man zich gedraagt ten opzichte van een minister van Justitie, waar hij zelf ook de functie heeft vervuld, en de staat Suriname, heb ik reden genoeg om hem als een vijand te zien. En ik bepaal wie ik als vijand zie. Van der Zand zegt verder dat Santokhi bezig is met een scenario. Hij zou namelijk zoveel als mogelijk willen dat de justitieminister valt in zijn functioneren en dan hoogstwaarschijnlijk wordt bedankt. Het blijft een gevaarlijk spel, want binnen de operatie Octopus, waar de minister geen greep op heeft, kan men zelf bepalen hoe actief in de uitvoering wordt gegaan. Vandaar dat die vraag gesteld kan worden: bestaat Octopus nog? Omdat ik ook als minister geen antwoord daarop kan geven. Ik merk niks van. Met dit scenario of deze denkrichting denkt de man zijn snode plannen ten uitvoer te kunnen brengen, zoals hij de president in dagblad Times of Suriname van zaterdag jongstleden oproept om zich te buigen over de minister van Justitie. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Minister van Justitie en Politie, Eugène van der Zand. Hij heeft vandaag VHP-voorzitter en parlementariër Chandrika Prasad Santokhi bestempeld als de vijand. Dat deed hij tijdens een persconferentie naar aanleiding van een ingezonden brief van de VHP-voorzitter over de ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit.